Surprise, surprise! Wij vinden vandaag de allerleukste prijs! Nou, de prijs, dat wordt een prijs, maar dat weet je nog niet. Surprise, surprise! Surprise, surprise! Surprise, surprise! Welkom weer! Welkom weer bij de vlog. Verrassing! Ja, dat heb ik. Weet wel, ik zit midden in een verrassing. Dat voel ik. Dat ervaar ik. Waar gaat de reis naartoe? Ik heb een idee, maar deze man nog niet. Nee. Ha, 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 ha. Ik heb een radius gekregen. Je hebt een radius gekregen? Ja, ik heb gezegd, vertel. Het is aan te rijden binnen 2,5 uur. Oeh, ja. Dus dat kan een uur zijn, maar ook 2,5 uur. Ja, zeker. Klopt. Dus dat maakt het weer gek. Het kan zomaar zijn dat we zo naar Marie overrijden. Ook leuk. Ja. Lekker bij ons thuis. Surprise, surprise! Oh, dat is feest. Oh, dat is feest. Mensen van de vlog, wat vinden jullie? Vinden jullie de locatie waar we heen gaan leuken of Mariahoeven? Oef, laat het achter. Laat het achter in de comments. Laat het op niet waar we heen gaan. Mensen. Nee, maar hallo, de mensen, er staat toch een titel nu al De bij? Titel erboven, die weet het natuurlijk. Ja, ik denk dat er niet veel wind van Mariahoeven. Ja. Ook niet veel wind van Mariahoeven, dus je denkt dat Mariahoeven altijd wint. Marie ja, dat klopt. Dat klopt. Sowieso. Deze meid, is ze er klaar voor? Ja hoor, ik wel. Ben jij er klaar voor? Nee. Oké. Okay. Nou, dit gaat goed. Onderweg naar... Ja. Locatie. Waar naartoe eigenlijk? Location, location, location. Dag! Doei, doei. Oh, ik zit helemaal verkeerd. Doei, doei. On the route! To where? To where? Ooh. We will never know. We will never know. Never know. We will know between 2.5 hours. Probably. Yes, probably. File. En misschien eten, adem ook. Dus, misschien langer. Misschien langer. Oh, hoe voel je je nu? We zitten inmiddels in de auto. Het is heel gek, want het is... Gewoon zo onduidelijk en het is zo pre-birthday eigenlijk. Ja. Maar dat maakt het wel echt super leuk eigenlijk. Het is heel onvoorspelbaar, alles tot nu toe. Want blijkbaar ga ik op vrijdag. Blijkbaar. Blijkbaar is Kevin vrij. Nou, we gaan uiteindelijk vertellen we je alles. Ja. Maar voor nu is het leuk. Vertellen. In deze auto rit. Hey. Dat komt, je komt er zo. Alles komt er goed. Kijk hoe leuk mijn haar zit zo in het licht. Oh, het is nog steeds zo mooi. Het is nog steeds prachtig. Jij moet nog wel dat ene spel even. Alsjeblieft, want over 2 weken moet ik het doen. Nou, daarom. Is happening. What is happening? Maar je komt erachter. Ah, zegt zij. Dat kan deze meid ook zo goed. Kijk eens naar achter. Dat ging bij elke afslag is het. Huh? Gaan we hier naartoe? Huh? Nee, we gaan hier naartoe. Nou, daar hebben we gegeten. Gelukkig duurde het niet zo lang met het eten. Ik denk dat we een uur zijn bezig. Wauw. It's a celebration. Oh, mooi van mij. Even achterkijken, want ik zie niks. Niks. Leugens. Leugens? Ik heb er een geleugen. Leugen. Want hij leugen. Zou naar het buitenland zouden gaan. Oh, maar wat gaan we doen? Waar zijn we bijna? Niet, maar... Jessica, dit kennen we. Nee, want het was... Kijk, daarom. Ik had toch net. Nee. Waar gaan ze ervan? Dank je. Gaat je lukken? België dus. Oh, ik hou van België. Nou, we laten het slecht hier achter. Dus mijn god, kijk even achter. Jezus. Hoe? Jezus. Kijk, lekker weer daar. Maar wij gaan hier naartoe. Wij gaan naar 22 Wij gaan naar 22 graden. Volgens Kev. Hey. Lekker jongens. Ik ben kaal leeftijd. Hallo! You have got to give. Take it, it's too easy, but that's the way it is. Nou, er is weer iets afgevallen.
Antwerpen. Antwerpen is afgevallen. We gaan niet naar Antwerpen. We gaan niet naar Antwerpen, oh, maar... Dus we gaan misschien naar Mechelen. Mechelen of... We gaan misschien naar Leuven aan. Ook leuk, ja, ja, ja. Of Brussel. Of Brussel. Leuven. So tell me what you want, what you really, really want. Nou, we zijn in België. We dachten dat we het slechte weer achter ons hadden gelaten, maar... Oeps. Jennifer had te snel gezegd. Jennifer heeft te snel gezegd. Gelukkig zijn we op alle kledingtypen voorbereid. You have got to give. Taking it's too easy. Nou, tot zo. Dag, waar zijn we? Ergens tussen Antwerpen en... Ja. En Mechelen. You'll see. Slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be mine. Whee! Hallo. 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 Wij zijn nu op de hotelkamer in Brussel. Ja. Ja, nou, in Brussel. In Brussel. Wat gaan wij dit weekend doen? Ik heb twee hints voor je. Dit wilde ik gewoon voor jou doen, omdat tijdens dat je 30 werd als corona, dus toen konden we niet heel veel doen. Dus ik dacht, nou, ja, we zijn wel weg geweest. Ja, toen heb ik het er ook uitgepakt. Ja, maar niet zo extreem als dat de bedoeling was. Wil je hem zelf of wil je hem zelf? Recht, denk ik. Oké, okay, maar dan kan ik niet Kevin ook filmen. Oh, doe maar dan schuin. Het is, dat nee, ik doe het zo. De productie vandaar is betrokken. Dit zijn cadeautjes die hinten naar de activiteiten voor dit weekend. Kev, je moet wat meer naar Steve toe. Oké, okay, daar gaan we. Oh, maar ik ben zo bang. Wow. Nee, dat ik ga gillen of zo. We zitten in een hotel, jongens. Hint 1 is nog lastig. Ja. Ja. Oh, dat vind ik leuk. Dit maakt de hint, deze maakt heel de hint duidelijk. Heel duidelijk. Ja. Oh, what the fuck, oké. Okay. Dit is inderdaad heel cute. But the confusion is continues. Want heb je nu een idee of niet? Nee. Helemaal niet? Nou, het is iets schattigs en het is pizzaig. Nee, ik heb geen idee. Mijn hart gaat snel, jongen. Ja, mijn ook. Oh jee. Oh god. Echt? Serieus? Huh? Maar met z'n vieren, of? Ja, we vliegen morgen naar Rome. Jullie gaan morgen ja. vliegen? Ja. Ja. Maar we hebben allemaal spullen die niet mee mogen. Ja, die laten we in de auto. Oh my god. Jezus. Dus we gaan met jullie naar Rome. Ja. Oh my god. Oh my god, naar Italië. Ja. Mijn lunch toen ik pizza zag, dacht ik, het zal toch niet. Een klein beetje in mijn achterhoofd. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jezus. Heel erg voor gespaard. Dat snap ik. Jezus, jongens. Ja. Oké, okay, mag ik hem stoppen ja. nu? Oké. Okay. Roma! 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 Oh my god. Dus nee, onze eerste volwassen grote mensenvakantie komt niet als we naar Kos gaan. Jezus! Oh my god. Sorry. Nou, ik had het er letterlijk met Jessica net over. Ja. Oh my god. Ik zeg vliegen, maar het kan niet vliegen, want we hebben allemaal dingen op z'n app. Jonny's Coop Go to Rome. Roma. Roma. Dus bij het boeken hebben jullie moeten faken. Van Kos. Ja. Oh, is dit een vliegen? Dat is echt al. Woe! Dat is echt cool. Wacht even. Moet hij uit? Ja, doe maar. Yay! Hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. En welkom bij de tweede dag. Tweede dag? Ja, is het de tweede dag? Goedenacht. Goedenacht eigenlijk. Goedenavond. Steve heeft niet geslapen vannacht. Het is al heel erg laat. 4:30. Maar we zijn klaar. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Roma. Roma. Zo bizar. Ze hebben een nachtje heerlijk geslapen hier. Ja, dat is geweldig. Het was echt heerlijk deze nacht. Nee. En nu zijn we de spulletjes aan het inpakken en gaan we zo naar het vliegveld van Brussel. Daar gaan we. Daar gaan we. Zo. Hallo. Hallo. Wij lopen ineens op Brussel Airport. Hallo. Dat doen we aan. En de koffers zijn ingecheckt. Dus wij lopen nu naar het tweede deel
van de reis? De douane. Ja, dat zijn mensen die waarschijnlijk te laat zijn voor een vlucht. Nee, niet. Let's go. Oh. Nou, leuk. Zo misschien gaan anderen niet allemaal naar Rome. Roma. Een deel waarschijnlijk wel. En even boeken. Kijken bij de boeken? We hebben flink de tijd. TikTok make me buy it. Waar staat dat? Daar. Voor TikTok make me buy it. Nee, stop. TikTok made me buy it. Nou, we gaan de boekenwinkel in. Leuk. Kel Surprise. Iets waarvan ik denk, ja, dat doen we nog. Dit heb je nodig. Je leest ook gewoon, dat zijn een Nederlandse boeken. We zijn in België. Nee. Echt? Ze spreken ook Nederlands. Jennifer, dit is de vibe. Sowieso. Nee hoor. Maar dit is blijkbaar TikTok realness ofzo? Blijkbaar. Ik ben in mijn traveling era. Zeep. Een Rome era. Wat? Hoe zit mijn haar? Ik ga toch kijken. Nee, we zitten in onze vliegveld era. Nu zitten we nog in onze vliegveld era. Airport era. Wij zijn nog, Steve is nog heel erg ochtend, want de bril is nog op. Ik hou van ochtend. Want lenzen doen pijn als ik dat nu al in doe. We zitten te wachten op gewoon tot we gaan. Duurt nog wel eventjes. Nog anderhalf uur ongeveer, toch iets minder. Het snel gaan, moet ik zeggen. Hoor. Ja, want ik ook. We waren hier echt 2,5 uur van te horen. Maar we zijn ook samen. Dat schiet. We zitten nu aan een broodje. Lekker. Broodje. Zij, wacht, ik ga inzoomen. Oh, daar gaat het broodje. Daar ging de grijphand. Met worst. En zij natuurlijk ook dan. Kleiworst jij of? Nee. En zij zal ook worst hebben, maar dan niet klei. Dus iedereen heeft hetzelfde. Mm-hmm. Grillige bitch. Even zit er iemand achter ons, zit ik hier te schelden met bitch. Terwijl ze geen scheldwoord. Want wij zitten in de gay community. Lutje butje qua. Wat zei je? Lutje butje qua. Ja. Inzoomen op Jennifer die eet. En dan nu naar Jessica en dat is dan heel dichtbij waarschijnlijk. Waar is ze? Jezus. Mooi. Oké, ik ga weer stoppen, want anders heeft Kevin te veel te editen. Maar toch moet je niet alleen maar korte filmpjes hebben. Nee. Dus dit is gewoon even een lange update. Ik ga straks op het bord kijken en dan ga ik een plek zoeken die ik niet ken. Oh, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Je moet eerst de laatste zeggen dat ik een meisje kan kijken op het bord. A46. Maar hij was hier. Was die hier? Ja, ik geloof het. Nou. Maar het sport change to A46. Dus één naar achteren. We zaten gewoon al goed. Van 1000 gates. Dat is toch bizar. Rome en applaus voor ons. Alsof we het aanvoelden. Echt super hilarisch. Hallo. We hadden gewoon letterlijk hier kunnen blijven zitten als we hier had gebleven. En nu is het één daarnaast. Wat toevallig. Ja hoor. Ons vliegtuig is er. Jee. Wat hebben we voor vliegtuig? Het is een smurfvliegtuig. Dit is echt onze vibe. Waarom hebben wij dit? Ik ga er even naartoe. Waarom een smurfvliegtuig? Ik heb nog nooit een vliegtuig gehad waar iets op stond. Deze meiden wel. Welkom in Smurfenland, land van allemaal. Kijk naar de Smurfenland, het land van allemaal. Ja. Ja. Jeetje. Ik neem aan dat eerste piloot en de stewards. Oh, dit gaat nog wel even duren hoor. Die er bewust voor kiezen om op rij 1 te gaan zitten bijvoorbeeld. Tuurlijk. Dat is nou uit. En je hebt veel ruimte. Ja, je bent dus, je moet lang wachten als je weggaat. Maar als je er bent, mag je eruit. Hallo. Tot en met 6 is altijd duurder. Nou, we staan in de rij voor ons smurfenvliegtuig. Want wat zei je nou? Piloot smurf gaat vliegen. Piloot smurf gaat vliegen. Piloot smurf, schattig. We gaan smurfen. We smurfen. We gaan smurfen naar Rome. We gaan smurfen. Hebben we dan ook smurf. Gargamel? Gargamel. Gargamel zit achterin. Ja. Smurf.
Mijn lievelingssmaak is vanille. Smurf. Ze staat weer op film met haar mobiel. Ik sta weer van... Hallo. Het moet. Iedereen stapt in. Dit keer moet het. Kijk, Jessica. Jessica is geïnteresseerd. Ja, ze waren heel erg blij. En ik zie haar toen zeiden ze. Toen dacht ze heel erg bedankt. Meid, het is leuk. Het is leuk. Nou, oké, okay, doei. Nou, dag. De smurf. A traveling girl. Jullie zijn 20, wij zijn 19. Ja. A en B. Ja, A20. Wee! Ik ben met mannen in stijgen. Hey, daar zitten we dan. Waar zitten we dan? De meiden, ze zitten er eindelijk na 32 jaar. Wat de hele wereld doet. Eindelijk zijn jullie ook volgers. Eindelijk ben ik volwassen. Word volwassen. Dit is niet de regio, want hoe ik eruit. Neus, same. Ik ben nog eens een boekje aan het lezen. Kijk maar. We gaan het je zo uitleggen. Moet ik dit nu vastwachten? Gewoon daar. Nou, we zitten bij een raampje. Jennifer kan zo kijken naar... Ja, het is wel heilig, dus waarschijnlijk zien we heel snel niks. Maar ze kan even kijken. Ik kan even naar buiten kijken. En als we boven helder weer komen, dan kan je dus ook echt de grond onder je zien. Dan zie je echt dat je hoog zit. It's coming. The Smurf crew wishes you a smurfy trip. Dit kan toch niet? Ik leef hiervoor. Hallo. We zitten in de lucht. Kijk maar. Oh, wacht. Oh, dat was lelijk. Zag je dat? Ik moet dit anders filmen. Ja, doe jij maar even. Film maar even. Nu ben jij de filmer in het vliegtuig. Oh, dit is het. Hallo, vliegtuig. Hallo, wolken. Hallo, Jessica in het vliegtuig. Hoe is het je bevallen? Fantastisch. Nou, fantastisch misschien ook een reden, maar echt meer dan wat ik had verwacht. Het is echt meegevallen. Zeker. Oh, sorry. Dag vliegtuig. Ja, dit is voor mij natuurlijk uniek, maar we vliegen boven bergen. Wow. What the hell? Kevin kijkt ook. Dit komt gewoon ook totaal niet over, hè? De landing is ingezet. Daar zitten de gupjes. Dag gupjes. Oh, hello. De landing is ingezet. We zijn onderweg naar Rome. Onderweg naar Rome, we zijn er bijna. Oh, wat mooi licht dit. Kijk. Het gaat helemaal goed. Helemaal top. Kijk, het is daar water. We zijn er. We zijn er in Rome. We zijn in Rome geland. Het is heel gek. Kijk, je ziet al. Welkom in Rome. Staat er ook nog welkom in Rome? Wow, my god. Dat gaan we in het echt zien. Ja, ik zie het. Point the gap. Ja, ik moet dat altijd springen doen, want dat kan ik niet anders. Oh, dat is zo raar. Zo vreemd. Exit. There we go. Bij de baggage claim. En Jessica heeft haar koffer gespot. Zie hem, daar komt hij aan. Hij was wel heel gevallen, dus dat is fijn. De traveling girl. Hoe ga ik dit doen? Jij zit in de traveling era. Haar airport era. Hij komt
zit. En de grote koffer is ook gespot. De grote koffer is ook al gespot? Ja, die ligt ook op de balk. Koffer aan. En daar komt Jennifer, haar koffer. Daar is hij. Daar is Jennifer de koffer. En she got it. Ja, ik zie daar jullie koffer. Eentje. Oh, daar komt onze koffer. Mijn koffer is er ook. We zitten in de trein. Hij gaat over 4 minuten. Oh, wow. We gaan zo letterlijk naar Roma. We gaan zo letterlijk. Want wat is het nu waar we zijn? Want ik zeg al de hele tijd in huis. Fiumicino? Fiumicino. Het schip van Roma. Kijk, dit is het schip van Roma. Het valt me mee dat het eigenlijk best rustig is in dit trein. Ja, ja, maar ik dacht dat... En het was een no-stop, ja, zei jij. Dus we zitten letterlijk gewoon... We hoeven niet over te stappen. Iedereen gaat naar Rome. Moeten we toch kijken? Hij kan hier boven ook, hè? Ja, maar het is echt... Ja. Op een gegeven moment... Als we rijden, rijden. Precies. Dat zou zo. Ja. Oh. Dus dit komt helemaal goed. Ik ben nog steeds aan het filmen. Kijk, haar mooie blauwe haar. Ja, hoe lang is dit een treinreis? Hoe lang is dit een treinreis? Nou, dit is al een heel lange trein. Half uur. Maar de rit is al half uur. Oh, okay. Oh, dat vind ik leuk. Van met insmeren en zo. Oh, maar anders dan doe je... Je kan... laat maar. Het is goed. Hoe lang is het een treinreis? Insmeren en wat? Nee, ik dacht, je kan hem natuurlijk ook hiervoor eventjes doen. En als we dan gaan rijden, dan kan hij... Dat zou ook mee. Maar ze gaan normaal heen. Ik weet ook. Dat is fijn. Ja, waarom zijn wij zo busje in Nederland? Ze hebben het meestal nu ook. Ze hebben het begin nu langs de trein. Waarom 14 euro voor een treinticket? Nou, onderweg. Van Londen is duurder. Londen, de Heathrow Express. Dat was heel duur. Oh? Beeldscherm mag niet. Maar wij zitten nu in de metro naar de Airbnb. Dus dat? Het voelde heel erg Londen-esque. Ja. Hier staat Steve. Hallo. Heel erg leuk. Heel erg leuk. Hij is vanaf de verstrekkers. En dat is gewoon fijn. Ja. Dat is een fijn idee. Dit gaan we nu dumpen bij de Airbnb. En dan gaan we... Misschien zelfs wel inchecken. Misschien zelfs wel inchecken. Ja. En dan gaan we naar het Colosseum.